In Israël zijn ze al een stuk verder met prikken. Daar zijn nu de eerste voorlopige resultaten van de massale vaccinatie te zien. Wie gevaccineerd is met het Pfizer-vaccin loopt bijna geen risico meer. Miljoenen mensen zijn er al mee ingeënt en slechts weinigen worden nog ziek. Het is een glimp van de toekomst. Op de corona-afdeling van dit ziekenhuis in Tel Aviv zijn geen ouderen meer te vinden, want die zijn allemaal gevaccineerd. Most of the people are less than 60. Now most of them are less than 54. De gegevens uit Israël zijn hoopvol. Een verzekeraar berekende dat van 500.000 gevaccineerde mensen slechts 544 ziek werden, 4 ernstig en niemand overleed. Last week was the first week where we can say with confidence that we began to see the effect of the vaccines on the national pandemic numbers. Israël sloot een deal met Pfizer. Het betaalde 2 keer de vraagprijs voor het vaccin, maar het heeft er dan ook meer dan genoeg. Alleen de Palestijnen op de westelijke Jordaanoever en in Gaza, die moeten het vaccin zelf maar regelen. Uit Israël zijn er 2000 vaccins verscheept en nog eens 10.000 zijn er uit Rusland gekomen. Er is nog een lange weg te gaan. The virus is not going anywhere. It will stay with us. It will become a very, you know, like endemic, nothing to write about, not so important. You know, one of many. Miljoenen mensen moeten nog gevaccineerd worden, maar waar de meeste landen net begonnen zijn, zijn ze hier halverwege.